Rondje, rondje L1, rondje, rondje, rondje L1, L2, R1, driehoekje, rondje, driehoekje. Spelers van GTA San Andreas weten vast nog wel wat er gebeurt als je deze knoppencombinatie invoerde tijdens het spelen. Heel wat ontwikkelaars vinden het geen enkel probleem als je cheats gebruikt, maar er zijn wat games die je het zo moeilijk mogelijk proberen te maken. In deze video vertellen we je over de bijzondere maatregelen die sommige ontwikkelaars nemen om cheaters dwars te liggen. En over de creatieve beveiligingen die ze inzetten tegen illegale downloads. Hoewel Max Payne 3 voornamelijk een singleplayer game is, kon je het na de release ook online tegen elkaar opnemen. De game was destijds een positieve verrassing en daar kwamen cheaters ook al snel achter, want aimbots waren maar al te gebruikelijk in de online lobby's. Rockstar reageerde creatief op dit probleem. Wanneer een speler betrapt werd op vals spelen, werd deze niet geband, maar overgezet naar een alternatieve server. Een server die uitsluitend werd bevolkt door cheaters. Zo zaten de cheaters vooral elkaar dwars en dit gaf elke vals speler een flink koekje van eigen deeg. The Stanley Parable is een mysterieuze game. Hoewel de speler de voice-over stem gewoon blind kan volgen, leiden eigen keuzes tot bizarre taferelen, waar de voice-over dan ook weer op inspeelt met nieuwe teksten. Dit allemaal in een nogal onguuroogend leeg kantoor. Als je besluit om vals te spelen, gaat de voice-over hier echter ook op in. De speler wordt geteleporteerd naar een lege kamer met een tafel, waarna de bekende stem tegen je zegt: "You just tried to activate server cheats. Which of course runs the risk of breaking the entire game. You've got no respect for the strict order of scripted narrative events, and I just can't have that." Oké, meneer de voice-over. We zullen de volgende keer braaf naar u luisteren. Bij deze volgende game spelen we zelf ook een beetje vals, want het gaat hier niet om cheaters, maar om trollen. Mensen die liever de tijd van anderen verpesten dan dat ze zelf van de game genieten. Trollen komen in alle vormen en maten, maar in Ark Survival Evolved is het vermoorden van andere spelers, het afpakken van hun spullen en het vernietigen van hun kampen een van de ergste dingen die je iemand aan kan doen. De ontwikkelaars hebben hier niet alleen een oplossing voor bedacht, maar in de Frequently Asked Questions zelfs een IKEA bouwpakket beschikbaar gesteld. Met minimale middelen kunnen spelers een houten gevangeniscel bouwen en de dader daarin opsluiten. Ark geeft spelers niet de mogelijkheid zichzelf te doden, dus zolang de gevangene te eten krijgt, kunnen ze voor onbepaalde tijd in die cel worden vastgehouden. Vele speeluren opgesloten zitten in een kleine cel zou zelfs de meest vrome troll zijn keuzes doen heroverwegen. Mocht je nou toevallig opgesloten zitten in je Ark-cel en je besluit dan maar om The Sims 4 te spelen, dan hoop ik dat je geen illegale kopie hebt. In The Sims 4 zit namelijk een nogal uniek systeem om spelers te dwarsbomen die de game illegaal hebben gedownload. Als je sim een douche neemt en zich moet uitkleden, zie je vaak wat blokjes voor het zaakje van je sim. Voor, je weet wel, wat basis privacy. Normaal gesproken verdwijnen de blokjes weer nadat de sim zich heeft aangekleed. Bij illegale kopieën van het spel wordt het geblokte gebied echter niet verwijderd, maar groeit het langzaam in omvang totdat het hele scherm bedekt is. Waardoor het natuurlijk vrijwel onspeelbaar wordt. Gelukkig is het illegaal downloaden van The Sims 4 tegenwoordig niet meer nodig, want het basisspel is nu gewoon gratis beschikbaar. Eerlijk is eerlijk, we vinden het eigenlijk al een beetje vreemd als je vals speelt in een horrorspel. De uitdaging zit hem namelijk meestal niet eens in de gameplay, maar vooral in het jezelf geen hartverzakking schrikken. Hoe dan ook, spelers ontdekten een gebouw in Slender the Arrival waar ze bovenop konden klimmen, waardoor ze over de grenzen van de kaart konden springen en een groot deel van het spel dus konden overslaan. Voordat de game ook maar een volledige release kreeg, hadden de ontwikkelaars al een oplossing voor deze bug. Als spelers tegenwoordig buiten de kaart springen, vallen ze namelijk onmiddellijk dood. Niet alleen dat, maar daarna worden ze begroet met een visioen van Slenderman en een bericht met de tekst: "Not even a bug in this game will save you from me." Daarna respawnt de nu doodsbange speler en begint het spel gewoon opnieuw.
Een paar dagen na de release van The Witcher 3 werd er een glitch ontdekt waarmee je zonder veel moeite oneindige hoeveelheden goud kon verdienen door koeien te slachten. Nadat je alle koeien had gedood, kon je 2 uur even uit je neus eten, waarna de koeien weer opnieuw zouden verschijnen en je het hele proces kon herhalen. Een behoorlijk eenvoudige manier om geld te verdienen. De ontwikkelaars speelden hier echter slim op in. Omdat ze geen geschikte oplossing voor het probleem konden bedenken, besloten ze om de spelers maar te trollen. Nadat je alle arme koeien hebt gedood en het hele proces een paar keer herhaald, verschijnt er nu een soort van opperkoe. Dit beest is maar liefst 20 levels hoger dan Geralt en neemt haar taak van het beschermen van de normale koeien erg serieus. Dus ja, succes met het verslaan van deze dame. Bij deze kwaaie mol zit het letterlijk in zijn naam, Mr. Resetti. Resetti is een nogal snel op zijn teentjes getrapte mol die elke keer dat de spelers een game reset zonder op te slaan een woedeuitbarsting krijgt. Als het weer eens zover was, kreeg de speler een hele preek en elke preek werd de mol kwaaier en kwaaier. Voor kinderen was Resetti zo eng dat hij in Japan al snel dezelfde status kreeg als Carbonkel hier in Nederland. Boze ouders schreven brieven naar Nintendo, maar ja, dit hielp vrij weinig, want in de volgende games werd Resetti gewoon weer rustig opgenomen. Op den duur werd de toon van Resetti wel wat kalmer en in New Leaf kan de speler zelfs het ondergrondse Resetti Centrum bezoeken. Helaas is de mol tegenwoordig met pensioen, want de laatste game voor de Nintendo Switch, New Horizons, slaat automatisch op. Geen reden dus meer voor Resetti om boos te worden op kleine kinderen die een onschuldig foutje maakten. Game Dev Tycoon is een tycoon game waarin je, je raadt het al, je eigen games ontwikkelt. Je begint in een kleine garage en groeit langzaam uit tot een volgende EA of Activision. En net als in het echte leven kunnen piraten je gamebedrijf nogal dwars zitten. Want hoe prettig gratis gamen ook klinkt, als developer loop je toch echt kostbare inkomsten mis. Daarom hebben de ontwikkelaars van Game Dev Tycoon een passende oplossing bedacht. Als jij het spel illegaal downloadt, zul je hier ook in-game zelf mee te maken krijgen. Dat betekent dat je personage in Game Dev Tycoon inkomsten misloopt en dat het moeilijker is om door te gaan naar de volgende levels. Ja, best terecht als je het ons vraagt. Stel je voor, je wilt iemand neerschieten, maar je geweer blijkt opeens kippen te spawnen. Zou je dan overwegen om kippenboer te worden? Het is iets waar spelers van Crisis Warhead over moeten nadenken, mits ze de game illegaal hebben gedownload tenminste. Elke speler die wordt betrapt op het gebruiken van een illegale kopie, krijgt namelijk te maken met dit kippige probleem. Ja, het zijn behoorlijk wat kippen, maar de kippen doen niet heel veel damage aan je tegenstanders. En hoe leuk kippen ook kunnen zijn, het belemmert wel het volledige proces van het spelen van Crisis. Oké, cheats en GTA zijn gewoon een gouden combinatie. 5-sterren politie, vlammenwerpers of helikopters, niets is te gek. Het is alleen wel de bedoeling dat deze cheats exclusief beschikbaar blijven in de singleplayer. Want in de multiplayer zet Rockstar je zonder pardon gewoon voor schut. Spelers die anderen tot last zijn, bijvoorbeeld door dezelfde speler keer op keer te vermoorden of teammissies vroegtijdig te verlaten, worden uitgerust met een witte puntmuts met daarop de tekst Dunce, oftewel domkop. Je kan de hoed niet afdoen en de speler wordt voor minimaal 2 dagen belachelijk gemaakt om zijn gedrag. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Spelers die gebruik maken van een glitch waarmee ze auto's van hun singleplayer game naar online overzetten, merken dat die auto's, ja, ontploffen zodra ze instappen. Feilloos zijn de maatregelen van Rockstar in GTA Online niet helemaal, want we hebben zelf toch ook best wel vaak in online lobby's gezeten met best wel wat cheaters. Dit waren ze dan alweer, de 10 games die het vals spelen of illegaal downloaden toch net wat lastiger maken voor spelers. Laat in de reactie vooral even weten wat jouw favoriete cheat is of welk anti-piraterijbeveiliging jij het origineelst vindt. Vergeet dan niet direct even op het duimpje omhoog en de abonneerknop te drukken. En natuurlijk, tot de volgende video.